Goedemorgen, middag of avond. Geen idee wanneer jullie dit kijken, maar voor mij is het een middag. Ik sta nu op het punt om te vertrekken naar de trein. Want wij gaan nu, mijn mama en ik, gaan nu naar de trein. We staan nu op het punt om te vertrekken naar het vliegveld. Ja, wij gaan op vakantie vertrekken en ik heb er heel veel zin in. Dus ik zou zeggen, let's go. Hebben we er zin in? We hebben er zin in. Ja. Oma is onze chauffeur van dienst. Ja. En ja, nu gaan we... plezier. En nu gaan we echt vertrekken. Nu gaan we echt vertrekken. Tot straks. Tot straks. Dat was ons vliegtuig. Daar. Dus het vliegtuig staat klaar. Dan moeten we dan 9 uur vliegen of zo. Dan moeten we stoppen. Dan moeten we 4 uur wachten daar. En dan moeten we nog eens een beetje vliegen. En in totaal zijn we dus 15 uur onderweg. Het is lang, heel lang. En dan komen we aan naar waar we naartoe gaan. Maar ik heb er wel heel veel zin in. En jij ook? Yeah. Welcome on board. 26A. Oké, we zitten dus op het vliegtuig. En wat hebben we gekregen? Een kussen, yeah. Lekker slapen. En ook een deken, denk ik. Ja, een deken. Ja, dus hier kun je allemaal dingen bekijken. Dus ja, dat is wel nice. Maar ik denk dat ik eerder ga slapen. Dus nu beginnen wij dus aan de lange vlucht. Of vluchten. We hebben net ook oortjes gekregen. Pas toevallig, heel toevallig bij mijn trui. This is a non-smoking flight. Smoking is not permitted at any time while on board the aircraft. We zijn echt wel moe. Hoeveel geef jij de eerste vlucht op 10? 7. Het is al een heel lange trip geweest voor ons en we zijn toch wel moe. Maar goed, dat nemen we erbij, want ja, we wouden het zelf. Laatste stop. Kenia, Mombasa. Dus dan zeggen dat het een avontuur is. En ja, dat is het echt wel, want het avontuur is al begonnen. We zijn hier echt nog maar een half uur of zo. Zelf nog niet. En we hebben echt al wat meegemaakt. Maar, wat? Is niet lekker? Maar, ja. Dus we kwamen hier dus toe. En ik heb zo een visumding nodig om hier binnen te geraken. En blijkbaar was dat niet in orde. Dus ja,
Ik dacht even dat we niet binnen mochten. Maar goed, dat is uiteindelijk in orde gekomen. Dus ja. Dan, nu rijden we, nu zitten we in een busje naar ons hotel. Dat is nog het laatste ding voor in ons hotel te geraken. Maar ja, we stonden dus ook niet op die lijst. Dus er zijn al twee dingen en dan was er nog iets. Maar ja, dat weet ik zo niet meer. Maar dus, dat zal zo minder zijn. Maar er waren twee dingen. Maar oké, dat maakt niet uit. Dus ja, we hebben al van alles meegemaakt. En ja, het moet ook beginnen eigenlijk. Dus ja. Baby, you should know by now that I'm right for you. But every time I step to you, you change. We zijn dus net aangekomen, eindelijk, na echt zo... We dachten dus dat we 15 uur in totaal onderweg gingen zijn, maar het is dus meer. Het is dus ongeveer 18 uur dat we in totaal onderweg gingen zijn. We hebben onze sleutel al, maar nog niet normaal. Allee, ik bedoel, we zijn al ingecheckt, maar nu zijn we eerst aan het eten en daarna pas gaan we naar onze kamer. En dan gaan we smaken, dus smakelijk en ja... Daarna gaan we onze kamer zien. We zitten eindelijk in onze hotelkamer. We zitten nu ergens aan het zwembad iets te drinken. En daarna gaan we ook iets zwemmen, want ja, we zweten ons eigenlijk echt zo kapot en zo. En het is hier gewoon veel te warm. Maar ja, het is wel tot nu toe ça va. Allez, ça va. Maar ja, het is natuurlijk allemaal zoeken en zo. Want het is vrij groot, veronderstel ik. En ja, dus nu hebben we zo'n drankje. Het is lekker. Wij gaan eventjes een zwembad opzoeken, want we hebben het even echt nodig. En ja, ik ga nu nog niets van camera's nemen of zo, meenemen. Ik ga pas vanaf, weet ik veel, twee dagen of zo meenemen. Dus ja, tot strakjes. Tada. Oké, het is nu al toch wel een tijdje later van het zwemmen toch. Maar ja, we hebben nu ons omgekleed en zo, we hebben gedoucht en zo. Ja. En wij gaan nu stilletjes naar het eten, want we hebben wel honger. Lang hebben we niet kunnen zwemmen, want blijkbaar mocht je niet meer zwemmen na 6 uur. En het was een paar minuten, of nee, wacht, was het 6 uur? Of, ja, het was dus een paar minuten voor 6 en ja, we kwamen daartoe. Maar ja, dat wisten we dus nog niet, omdat we ja, hier net toegekomen zijn. Maar die manier was wel lief dat wij nog heel eventjes mochten zwemmen, dus ja. Hebben we 5 minuten gezwommen vandaag. Maar ja, morgen is er nog een dag en zo, dus ja, dat komt allemaal in orde. Waarom zeg ik zoveel ja? Dus ja, en het valt nog mee van het uur, maar het is echt al redelijk donker. Ja, zeg maar, pik donker toch? Ik weet niet zelf of jullie mij zien nu. Ja. 8 uur. En het is al pik donker. Want we hebben honger. Het is nogal redelijk donker, ik weet het, maar wij gaan nu eten, dus mama... Smakelijk. Smakelijk. Wij zijn nu terug van het eten. Ik heb daar niet meer kunnen filmen, of niet veel meer kunnen filmen, omdat het daar gewoon veel te donker was. Omdat blijkbaar wordt het heel rap donker hier. ja, dus wij gaan nu, of ik ga me nu omkleden, want ik wil slapen, of bijna slapen, want ik ben heel moe. De rit was, ja, heel lastig. Maar goed, die zit er nu op, we zijn er nu en het is heel goed. En dank jullie om te kijken naar deze eerste vlog. Zo komen er wel nog een paar. Ik weet niet hoeveel. 7 of zo zeker. Als dat per 2 dagen is, komen er nog 7. Dus bedankt jullie om te kijken naar deze eerste vlog. En dan zie ik jullie morgen weer. Dag.
Had a nice little thing, but I had to let her go. Cause I'm only after M's, kinda like the letter O. Cause my troll color's green, so I had to let it show.